Hulpdiensten zijn vanmorgen massaal uitgerukt naar vliegveld Lelystad na een melding over een vliegtuigongeluk. Volgens de politie betreft het een klein sportvliegtuigje met twee inzittenden. We hebben daar natuurlijk een verslaggever naartoe gestuurd. En dat is Ingrid Kupers. Ingrid, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de situatie daar nu? Ja, het is... de situatie is dat op dit moment wordt het sportvliegtuigje afgesleept van de baan. Of althans, hij stond eigenlijk net iets naast de baan. Wat er precies gebeurd is, dat is nog inderdaad nog niet helemaal bekend. Maar er zijn veel hulpdiensten voor uitgereden. Maar eigenlijk was er niet veel aan de hand. Althans, de beide inzittenden van het sportvliegtuigje die zijn op eigen kracht zijn ze naar buiten gekomen. Er zijn ook geen sporen te zien van brand of wat dan ook. Dus het lijkt allemaal reuze mee te vallen. Ja, het waait heel erg hard. Dus misschien dat een harde wind oorzaak is geweest. Ik heb geen idee. Dat moeten we nog even afwachten wat de oorzaak is geweest van dat dit vliegtuigje van de baan is geraakt eigenlijk. Ja, ik zei net al, er zaten twee mensen in het vliegtuigje, twee inzittenden. Is er al bekend hoe het daarmee is? Nou ja, ze zijn op eigen kracht zijn ze daar uitgekomen. Ik heb ze hier ook niet meer gezien. Dus het is nog niet helemaal bekend wat daarmee aan de hand is. Maar in ieder geval lijkt het erop dat er geen grote ongelukken hebben voorgedaan met groot persoonlijk letsel. In eerste instantie dachten veel mensen van er rijden we heel veel hulpdiensten heen, dus het zal wel groot zijn. Maar dat is geloof ik protocol, hè? Ja, dat is het protocol. Het gaat om iets op het vliegveld met een vliegtuig. Ja, dat kan natuurlijk allerlei hele grote gevolgen hebben. En dus staat alles en iedereen daar eigenlijk altijd voor paraat. Je zag ook, er is brandweer op het vliegveld aanwezig. Maar je zag ook vanuit Lelystad zelf, dus van buiten het vliegveld, zag je je hulpdiensten naartoe komen. Ik zag ook brandweerwagens, maar ook ambulance van de brandweerwagens. Dus het zijn wel dan ook gespecialiseerde hulpdiensten die hier naartoe komen. En een deel is dus gewoon gestationeerd op het vliegveld. Maar nogmaals, het lijkt erop dat dit allemaal goed afgelopen is. Ingrid Kupers vanaf Lelystad Airport, dankjewel.